Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaat het over mijn favoriete producten van 2017. Ik ben ook in 2017 begonnen met mijn kanaal in volgens mij juni of mei. Dus 2017 is een heel speciaal jaar voor mij omdat toen mijn YouTube kanaal is begonnen. En ik ben er nog steeds echt heel blij mee en ik hoop er nog heel lang te zijn. Ik was altijd al heel erg into make-up en make-up. En ik kocht het ook heel veel, maar sinds mijn kanaal heb ik nog meer verschillende make-up gekocht. Allemaal speciaal voor mijn video's. Ik heb zoveel getest in deze korte tijd. Dus ik heb ook echt heel veel ontdekt. Heel veel goede producten, heel veel slechte producten. Deze video gaat over alle producten die ik echt top vond, die ik heb ontdekt in 2017. En ik wil jullie natuurlijk laten weten wat deze producten zijn. Ik zal ook even vertellen welke lipstick ik op heb. Want die vraag krijg ik heel vaak als ik video's maak die niet over mijn make-up gaan. En ik heb MAC Twig op. Dat is deze kleur. Echt een hele mooie kleur. Vind je nou MAC te duur en wil je toch deze kleur? Ik heb ook een dupe en die is van Kiko in de kleur 105. En die is slechts iets in de 6 euro dus. En hij lijkt heel veel op deze kleur. Nou, ik heb genoeg gepraat. Pak er even iets te drinken bij. Want dit wordt denk ik wel een beetje een lange video. Of niet lang. Van wat voor video's houden jullie? Laat me even hierboven weten. Hou je van video's tot 10 minuten of 10 tot 20 minuten? Let me know, want dan weet ik dat ook een beetje. En dan gaan we nou snel door met de video. Zeg eens hallo. Mwah. Nou, ik ga eerst beginnen met primers die ik heb ontdekt en die ik echt super goed vind. Ik heb er twee. Ze zijn toevallig allebei van de Kiko. En ik heb er één voor de vettige huid en één voor de droge huid. Ik ga eerst beginnen met deze, want ik heb een droge huid. Dus dit is echt mijn favoriet. Dit is de Kiko Radiant Boost Primer. Deze is €12,95 en is te koop bij de Kiko. Ik adviseer jullie echt om het gewoon in de Kiko winkels te halen en niet online. Want er zijn echt superveel problemen met die website. Dingen worden niet verstuurd of pas super laat. Dus bespaar je die moeite en haal het gewoon in de winkels. De crème is heel licht roze en je kunt hem zo mooi uitwrijven en dan krijg je een hele mooie glans. Nou, mensen met een droge huid zoals ik weten dat hun huid heel mat wordt en heel veel schilfertjes en zo. Dus je moet altijd een hydraterende primer gebruiken en deze is daar echt ideaal voor en is ook echt niet heel duur. Je hebt hem ook in een matte variant voor de vettige huid, maar daarvoor adviseer ik toch deze. En je hebt hem in de skin tone variant, die heet skin tone. En die is voor als je roodheden hebt op je gezicht, die is groen en die maakt dan de roodheden wat minder. Dus je hebt drie varianten ervan. Voor de vettige huid adviseer ik de Skin Trainer CC Blur. En ik heb hem in de kleur neutraal. Het is een soort van mousse met een kleur. En als je hem uitwrijft, wordt je gezicht heel mat en heel egaal. Deze is €19,95 en is ook te koop bij de Kiko. Deze heb je in 4 kleuren. En waarom vind ik deze heel fijn? Hij maakt niet alleen je gezicht heel mat, maar ook echt heel egaal. Je gezicht wordt helemaal geblurred, het wordt helemaal vervaagd. Waardoor als je je foundation erop doet, het allemaal nog smoother wordt en nog egaler. Dus ondanks dat ik een droge huid heb en deze niet per se geschikt is voor een droge huid, gebruik ik hem toch, maar ik breng gewoon iets minder aan. Vooral hier bij mijn neus breng ik hem niet aan, want daar is het echt veel te droog en dan wordt het echt één grote droge boel. Wat is er? Maar niet allemaal roepen, ik maak video! Heb je hem? Ik hoor het gewoon vanaf hier, man. Zie je? Sorry. Mensen maken hier de hele tijd geluid en dan kan ik geen video opnemen. Ik heb deze vandaag op en ik heb de hele dag gewerkt en mijn make-up zit nog goed, dus ik ben er echt heel blij mee. Als jij geen droge huid hebt en ook geen vettige huid, als je gewoon een normale huid hebt, raad ik deze aan. Omdat hij dus ook je gezicht echt heel smooth maakt en heel zacht ook. Nou, ik heb twee foundations die ik vandaag wil aanraden. Eén dure en één betaalbare. Dit is de dure. Dit is de Estée Lauder Double Wear Foundation. Deze foundation is verkrijgbaar bij de Douglas Easy Paris en de Bijenkorf. En hij is €48,50. En ik heb de kleur 3 en 2. Dit is een hele dekkende matte foundation. Hij dekt dus heel erg, maar hij geeft geen cakey effect. Dat vind ik heel fijn, want ja, trouwens iedereen vindt dat fijn. Want wie houdt er nou van zo'n dikke plamuur op je gezicht? Je hoeft ook niet veel aan te brengen. Je hebt dan gelijk een hele mooie dekking. Hij is echt de prijs waard. Ondanks dat ik ook heel veel betaalbare foundations heb die ook echt heel goed zijn, springt deze qua kwaliteit er nog steeds bovenuit. En deze is er in heel veel kleuren met heel veel verschillende ondertonen en dat is ook heel fijn. De volgende foundation is deze van de Kiko. Ja, ik weet het mensen weer van de Kiko. Dit is de Full Coverage 2-in-1 Foundation en Concealer. Deze is €18,95 en ook bij de Kiko. Deze is vrij nieuw. Die is pas volgens mij 2 weken en ik ben er echt al heel blij mee. Dit is echt een betaalbaar alternatief van deze, want ook deze geeft heel veel dekking. Hij heet op de 2-in-1 Foundation. Foundation en concealer. Dus je kunt ook een lichtere kleur pakken en het als concealer gebruiken. Ik vind ook de applicator heel fijn, want je kunt gewoon zo een paar stipjes zetten en het gewoon aanbrengen. Deze heb ik ook vandaag op. En je hebt hem in 14 kleuren met 3 verschillende ondertonen. Dus er is best wel veel keuze qua kleur. En ook deze geeft weer heel veel dekking en is ook mat. En ik hou ook wel van heel veel dekking. Ondanks dat ik op mijn huid niet echt heel veel te bedekken heb. Want ik heb niet echt plekjes of iets. Toch vind ik een full coverage altijd het fijnste. Dus vandaar dat ik deze ook heb. En ik heb hem
best wel vaak op. Heb jij nou iets van, ik hoef niet per se zo'n volledige dekking, ik wil meer een normale foundation, dan raad ik de Maybelline Fit Me aan. Deze is €15,95 en deze kun je gewoon kopen bij de Kruidvat. Er is alleen niet heel veel keuze qua kleur. Ik heb de kleur 225 en deze heeft een medium dekking. En je hebt de Maybelline Fit Me Matte, die is dus mat voor de vettige huid. En voor de meiden zoals mij, die moeten de Luminous Smooth variant pakken. Die is niet mat. Mensen die mijn kanaal al volgen vanaf het allerbegin, vanaf mijn allereerste video, weet ook dat ik in like de eerste 30 video's alleen maar deze foundation gebruikte. Echt, ik was verslaafd. Ik kreeg zelfs opmerkingen van, wanneer gebruik je dan een andere foundation? Kun je een keer een andere foundation laten zien? Dus zo vaak gebruikte ik deze. Nou ga ik verder met concealer. Ik wil er hier maar eentje van laten zien. En dat is de Liquid Camouflage van Catrice. Deze is slechts €3,60 en te koop bij de Kruidvat. Hij is heel goedkoop. Je hebt alleen maar 3 kleuren. Ze zijn allemaal echt heel licht. Dus als je een hele donkere huid hebt, heb je hier helaas niks aan. Ik zou echt willen dat ze meer kleuren maakt. Want ook voor mij is hij een beetje te licht. Maar ik hou wel van als het hieronder wat lichter is. Dit is ook weer een full coverage concealer. Dus als je wat wallen hebt of plekjes hieronder, dit is echt ideaal om die te verbergen. En hij blijft echt heel mooi en heel lang op je huid zitten. Veel mensen hadden het dit jaar ook over de Maybelline Age Rewind. Ik moet zeggen dat deze toch nog steeds echt een stuk beter vindt dan deze. Ondanks dat deze ook echt wel goed is. Ik weet niet, de dekking is toch een stuk minder. Dus ik vind deze toch echt beter al gebruik. Ik ze wel allebei, maar ik gebruik deze vaker voor een alledaagse look. En deze meer voor een full glam look. Maar deze springt nog steeds erg bovenuit van mij. Ik teken mijn wenkbrauwen altijd met wenkbrauwpotlood. En ik heb er 3 die ik graag wil laten zien. Ik heb de Benefit Brow Pencil in de kleur nummer 6. Dat is black. Ik heb de NYX Micro Brow Pencil ook in de kleur black. En ik heb de LA Girl Shady Slim Brow Pencil ook in de kleur black. Want ik gebruik altijd zwart. Dit zijn mijn top 3 favoriete wenkbrauwpotloden. Je hebt 1 dure, 1 meer betaalbare en 1 echt super betaalbare. Ik zal even de prijzen vertellen. De Benefit Brow Pencil is €30 en is te koop bij de Douglas. Van alle 3 deze potloodjes is deze echt het beste. Hij is ook echt een stuk duurder. Maar deze blijft veel beter op je huid. En gaat niet zo smudgen dat het een beetje zo eraf gaat en zo. Dat doet deze bijna niet. Hij blijft echt veel beter zitten. Een nadeel van dit soort potloodjes gaan snel op of breken af. Dus je moet hem echt maar een heel klein beetje open doen. Van NYX is €9,99. Deze van LA Girl is €4,95 en is te koop bij de Boozy Shop. Dit is dus de allergoedkoopste van de 3. Qua kwaliteit moet ik ook eerlijk zeggen dat hij het minste is. Heel vaak heb je dat de betaalbare variant qua kwaliteit even goed is of af en toe zelfs nog beter. Maar deze is dat wel echt niet. Maar hij kost een stuk minder. Hij gaat even lang mee als de dure. Maar ja, hij blijft niet zo goed zitten als deze. Ik heb ook deze vandaag op en ik heb ook dit hoekje al moeten bijwerken. En dat hoeft met deze van Benefit niet. En met deze van NYX hoeft dat ook niet. Maar deze zit er een beetje tussenin. Af en toe is hij goed en af en toe is hij iets minder goed. Het verschilt echt. Maar vandaar dus dat deze mijn top 3 zijn. Nou, ik heb ook wat oogschaduwpaletjes. Ik heb er 4 die ik graag wil laten zien. Die ik echt geweldig vind. De eerste is deze van I Heart Makeup. Ik heb deze net nieuw en ik ben al gek erop. Dit is de I Heart Makeup Chocolate Rose Gold Palette. Deze is €9,99 en is te koop bij de Boozy Shop. Dit is een goede dupe voor de Huda Palette. En de pigmentatie is echt heel mooi. Ik heb hier ook mijn nieuwjaars make-up look meegemaakt. Je kunt die video hier zien. Dus daar kun je even klikken en dan kun je de look zien die ik hiermee heb gemaakt. En dan kun je ook zien echt hoe mooi de pigmentatie is. Vooral van deze gouden. Deze is echt heel mooi. Ik weet niet of je het zo goed kunt zien. En ook deze. Deze is meer rood. Deze is ook heel mooi. En de matte kleuren zijn ook echt heel mooi. Dit is een roze matte kleur. En de prijs is ook echt heel laag. En deze pigmentatie voor maar €10 is echt super. Er zijn meerdere varianten van dit paletje. Ik heb ook de roze ooit gehad. Ik vond die echt helemaal niks. Ik heb die zelfs gewoon weggegeven. Dus het verschilt wel echt. Maar deze vind ik echt heel goed. De volgende die ik wil laten zien is de Urban Decay Heat Palette. Deze kost €55 en is te koop bij de Bijenkorf of gewoon bij Urban Decay. Ook dit paletje heb ik nieuw. Ik heb die een paar weken terug gehad. En ik ben er echt heel blij mee. Hij is echt heel mooi. Deze is wel een beetje duur. Maar ik vind eerlijk gezegd, ik vind hem echt de prijs waard. Ik vind hem niet te duur. Want de kwaliteit is echt een stuk beter dan de wat betaalbare paletjes. En de kleuren zijn ook heel mooi. Veel mensen zeggen ook, ja, je hebt ook de Morphe 3502 palet. Die lijkt ook hierop en is maar €30 en heb je meer kleuren. Maar toch vind ik deze nog steeds niet per se beter, maar gewoon anders. De kwaliteit is echt belachelijk goed. Je hebt helemaal geen fallout, dus er valt helemaal niks van je oog. Hij blijft ook gewoon echt heel lang zitten en de kleuren zijn echt heel mooi gekleurd.
gecombineerd met elkaar in een paletje. Waardoor je dus echt heel veel mooie looks kunt maken. En zelfs de kwast die erbij zit is goed. Ik gebruik de kwastjes die in dit soort paletjes zitten echt nooit. Ik gooi die altijd weg. Maar deze is oprecht goed. En ik heb hem echt gewoon hier in mijn kwastenbakje gedaan. Want ik gebruik hem ook gewoon echt. Dus deze is zeker je geld waard als je nog op zoek bent naar zo'n soort kleurenpaletje. Het volgende paletje is de Zoeva Cacao Palette. Deze is €22,99 en is te koop bij de Douglas. Je kunt hem online kopen of in de winkel. Ook dit paletje is weer heel mooi. Er zit helaas geen spiegel in, dat is wel minder. De prijs is wel een stuk minder dan die van Urban Decay. En de kleuren zijn echt heel mooi. Vooral deze gouden kleur heb ik al best wel vaak gebruikt. Je kunt best wel veel looks ermee maken. Ik heb hier ook mijn verjaardagslook meegemaakt. Als je die video wilt zien, kun je even weer hier klikken. Ik heb allemaal video's overal meegemaakt. En deze twee kleuren gebruik ik heel vaak als transitiekleur. Want ze zijn echt heel mooi. En je hebt ook een donkerbruine kleur. Dit soort donkerbruine kleuren mis ik vaak in paletjes. Want ik wil het altijd toch hier in mijn ooghoek iets donkerder hebben. En in dit paletje zit letterlijk alles. Je hebt de lichte kleur om je oog af te poederen. Je hebt transitiekleuren, je hebt wat donkere kleuren, je hebt wat glitterkleuren, je hebt echt van alles. Dus je kunt er echt een hele alledaagse look mee maken of echt een face look. Je kunt er echt van alles mee doen. Dus dit paletje raad ik ook zeker aan. En het laatste paletje is de Karlie Bible Deluxe Palette. Dit paletje is €22,95 en is te koop bij de Boosie Shop. En hier heb je wel een spiegel in, dat is wel fijn. En je hebt allemaal oogschaduwkleuren en ook wat highlightkleuren. En dit paletje is zo betaalbaar, want het is een samenwerking met BH Cosmetics. En die hebben heel vaak betaalbare make-up. Dus je krijgt echt heel veel voor maar €22. Vooral deze highlighters, echt mensen. Deze zijn zo mooi. Ik zal er even een paar swatchen. En dit is de Deluxe Palette. Ze heeft ook gewoon een normale palet gemaakt. Dat is deze, maar dan wat kleiner. Maar ik zou toch gewoon voor de Deluxe Palette gaan. Het kost maar iets meer en je hebt veel meer kleuren. Ook met dit paletje kun je weer heel veel looks maken. Want je hebt heel veel kleuren. Je hebt matte kleuren, glitterkleuren en highlighters. En hiermee kun je vooral paars, roze, licht oranje. Meer alledaagse lichte lente looks maken. Je hebt ook weer een donkerbruine kleur. Die kan alweer in je ooghoek als je het iets heftiger wilt maken. En je hebt ook echt voor elke huidskleur een highlighter. Voor de donkerdere huid, voor de lichtere huid. Echt, ik vind dit paletje echt heel top. En hij is heel makkelijk. Er zit echt van alles in gewoon. Hij is wel echt best wel groot. Dus het is niet echt reisformaat. Maar qua wat erin zit is het wel handig voor de prijs. Want dan heb je gewoon alles in één paletje. En je hebt de spiegel. Qua mascara's heb ik niet echt iets om aan te raden. Ik was aan het denken of er echt eentje is die er echt uitsprong. Maar er is er niet echt één die er uitsprong. Ik gebruik gewoon het meeste deze van Essence. De False Lashes. Deze is echt hartstikke goed en heel betaalbaar. Ik heb ook de L'Oreal Lash Paradise mascara gekocht, want het was een hele hype. Iedereen vond hem echt heel goed. Maar ik vind hem helemaal niet zo goed. Ik vond hem in het begin wel goed. Maar na een aantal keer gebruiken wordt hij helemaal zo dik en helemaal zo plamuur op je mascara. Ik weet niet, ik vind hem te dik of zo. Ik vind hem echt heel overhyped. Maar dit moet een positieve video worden, dus ik ga weer door. Nou, qua bronzers is de Benefit Hoola Bronzer echt nog steeds de allerbeste. Dit is echt een geweldige matte kleur. Hij is al bijna op. Dit is de kleine variant. Ik heb ook hier een grote. En je hebt hem ook nou een Hoola Light. Ik heb ze dus ook hierin zitten. Dit is de gewone Hoola bronzer en dit is dus de Hoola Light. Ze hebben dus ook eentje gemaakt voor de wat lichtere huid. En deze is €35 en te koop bij de Douglas. Ik vind hem echt toppie, want je kunt er ook mooi mee contouren. Want hij heeft die perfecte ondertoon om ook mee te contouren. Hij kost je wel wat, maar ik doe hier echt al heel lang mee. Ik heb deze en dit is de mini formaat. En ik heb hem nou denk ik 8 maanden. En nu pas is hij echt bijna op. Dus je kunt er echt heel lang mee doen. En er is echt nog geen enkele andere bronzer die deze heeft overtroffen. Ik bake altijd mijn gezicht met poeder. Baking is dus heel veel witte poeder hier onder je ogen aanbrengen. Even laten zitten en ze dan afhalen. Nou, veel mensen gebruiken de Laura Mercier poeder. Deze is heel duur, in de €40. Maar deze van Beauty Bakery heb ik dus in 2017 ontdekt. En hij is echt heel goed. Deze is €22 en te koop bij de Boosie Shop. En je hebt hem in meerdere kleuren, maar ik heb hem in de translucent variant. Dat is dus gewoon deze witte. En ik bake hier echt al maandenlang mee. Hij maakt je huid hier helemaal flawless. Heel mooi egaal. Heeft geen flashback, dus je kunt gewoon flitsfoto's maken. En hij laat geen witte waas op je gezicht achter. En je hoeft er niet per se mee te baken. Je kunt ook gewoon een beetje pakken en je hele gezicht afpoederen. Je kunt er echt van alles mee doen. En ondanks mijn droge huid is deze toch fijn. Nou gaan we verder met blush. Mijn top blush van 2017 is de Milani Baked Blush. Dit is de kleur nummer 3, Berry Amour. Kijk even hoe mooi die kleur is. Heel mooi, zachte kleur. Echt heel mooi. Deze is €9,95 en ook te koop bij de Boosie Shop. Je hebt hem ook in heel veel kleuren. In volgens mij nog 11 of 12 kleuren. En je hebt hem ook in mat. Maar ik vind vooral de baked echt heel mooi. Baked is dus dat het niet mat is. Dan is hij glitterig. Maar de glitters zijn niet too much. Het is gewoon heel mooi. Ik heb hem nou ook op. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien, want deze lichten maken alles een beetje oranje.
Maar ik vind hem echt heel mooi. Dit is echt mijn top ontdekking van 2017 qua blush. Hij blijft ook lang op je gezicht. Blijft gewoon goed zitten. Ik heb gewoon vandaag gewerkt en hij zit er gewoon nog steeds goed op. Dus ik ben echt hier heel blij mee. En de prijs is ook totaal niet hoog. Dus dit is echt een toppe. Vooral deze kleur. Berry Amour. Ik vind die echt super mooi. Nou gaan we beginnen met highlighter. Deze heb ik al heel vroeg ontdekt dit jaar. Ik heb deze ontdekt in mijn beginfase toen ik begon met YouTube. En dit is de meest blinding highlighter die ik in mijn hele collectie heb. Deze zijn zelfs nog feller dan de Glow Kits van Anastasia Beverly Hills. Deze zijn echt, als je echt gaat voor die top shine, zijn deze echt top. Ik heb ze hier in een paletje zitten. En het zijn deze van JIT Cosmetics. Je hebt ze in het klein en in het groot. En ik heb de kleine. Deze kleine kostte €7,45. De grotere kostte €14,95. En die krijg je dan ook gewoon zo mooi in een compact. Vooral deze kleur. Je kunt ook zien. Ik heb die vaak gebruikt. Deze is zo mooi. Deze geeft echt de meest ultieme glow ever. Zien jullie dit? Oh mijn god. Ik heb hem ook hier in het roze. Je hebt ook een kleur voor de wat donkerdere huid. Dat is deze kleur die ik nou hier ga swatchen. Dat is deze Toffeelicious. Die is echt heel mooi voor de wat donkerdere huid. Kijk even hoe mooi. En dit zijn slechts 3 kleuren. Oh my god, I can't met deze kleuren. Ze zijn echt too much. Ik ga even deze opdoen. Dit is de kleur Vanilla Sky. Die is volgens mij ook echt, oh my god, het best verkocht. Kijk even. Wacht even, ik moet even hier kijken. Zien jullie dit, mensen? Dit is toch belachelijk? Dit is echt belachelijk. Kijk. Deze zijn echt heel mooi. Omdat ze echt heel fel zijn. Ik ga er altijd nog een beetje overheen met mijn vinger. En dan is het wel klaar. Ook een beetje op mijn neus. Kijk even hoe mooi. Let niet op hoe vies dit paletje eruit ziet. Maar dan komt er al die highlighters. Maar ik wil deze dus zeker aanraden. Als je echt gewoon hele heavy glow wilt gaan. Voor echt die Instagram glow. Dan is deze echt top. En de prijs is ook echt geweldig. Ze zijn echt niet duur. Ik wil het nou even hebben over lipglossjes. En ja, weer Kiko. Ik weet het, mensen. Maar deze zijn echt geweldig. Dit zijn de 3D Hydra Lip Glosses van de Kiko. Deze heb je in 30 kleuren. En zijn slechts €7,95. Op dit moment zijn ze in de sale voor €5,55. Dus als je ze wilt, moet je ze echt nou halen. Deze lipsticks hebben zo'n mooie glans. Ik zal er even eentje opdoen. Kijk even. Dit is toch niet normaal? Deze zijn mooi. Zo mooi. Kijk hoe mooi die glans is. Het maakt ook je lippen wat dikker. Dus dat is ook altijd fijn. Die ik nou op heb gedaan is de kleur 18. En ik heb hier de kleur 17 en de kleur 20. De kleur 18 is een beetje de meer glans variant van de kleur 20. Ik weet niet wie Saar Sunshine ook kent. Zij is ook een vlogster. En zij heeft het ook heel vaak over deze lipglossjes. Ze zijn echt top qua lipgloss. Ik vind het echt de beste lipglosses ever. Nou, ik heb ook 2 liquid lipsticks voor jullie. Nou, ik wil het eerst hebben over de NYX Lingerie Line. Oh my god. Toen deze uitkwamen, echt iedereen was echt in love. Deze zijn €8,35 en te koop bij de Douglas. Ik heb de kleur 4 volgens mij. Ja, 4. Dit is echt een hele mooie bruinige nude kleur. Kijk hoe mooi. En hij wordt zo mooi mat en hij voelt heel zacht op je lippen. En deze heb je in 24 kleuren. Ze zijn echt top. Ik vind ze ook niet te droog op mijn lippen of zo. De prijs is ook gewoon goed. Dus ik vind deze zeker niet overhyped. Ik vind ze echt de hype waard. Ze zijn echt heel mooi. Heel veel nude kleuren. Dus als je into dat bent, ga je deze echt top vinden. De tweede is de liquid lipstick van Ofra. Deze is €17,95 en te koop bij de Booty Shop. Ik heb de kleur Atlantic City. Dat is een hele mooie rode kleur. Hij is echt intens rood. Ik vind het echt een hele mooie rode kleur. Je lippen worden er echt super vol van. En ook deze, het voelt echt alsof er niks op je lippen zit. Hij blijft ook super lang op je lippen. Ook al ga je eten, drinken, whatever. Deze kost iets meer dan deze. Maar het is echt de prijs waard. De liquid lipsticks van Ofra zijn echt toppie. En echt, kijk even deze kleur. Echt zo mooi. I can't. Qua lippotloodjes hou ik echt van de NYX lippotloodjes. Vooral deze. Dit is de NYX Lip Liner in de kleur Mauve. Deze zijn slechts €7,30 en te koop bij de Douglas. Dit potloodje doe ik dus altijd met MAC Twig, die ik dus nou op heb. Het is echt een hele mooie combinatie om die samen te doen. En het kost je een stuk minder dan de lippotloden van MAC. En deze heb je ook in heel veel verschillende kleuren. Ik doe hier echt al heel lang mee. En ik vind ze echt top. Enige nadeel, tenminste wat ik vind, is dat je ze moet aanslijpen. Ik heb altijd liever die ze omhoog rolt. Maar het nadeel aan die is dat ze weer snel afbreken. Dus het is maar wat je wilt. Maar als je op zoek bent naar goede lippotloodjes,
Kijk even bij niks. Waar ik nog echt naar op zoek ben, is een hele zwarte, donkere, zwarte oogpotlood. Ik heb die nog niet echt kunnen vinden. Ik wil echt intens zwart, waterproof en dat die lang in mijn waterlijm blijft zitten. Dus weet jij welke het beste is? De prijs maakt echt niet uit. Laat het me dan even hier beneden weten. Allemaal die ik heb zijn niet zwart genoeg en ze blijven niet lang zitten. Ze vervagen echt al na een uur. En ja, ik ben dus daar echt nog naar op zoek. Nou, qua setting spray is Urban Decay echt winning. Hun hebben echt de beste setting spray. Dit is de Chill setting spray. Je hebt ook de All Nighter. Deze zijn allebei €27,40. En te koop bij de Easy Body XL of van bij Urban Decay. Vooral de All Nighter, echt die lokt je make-up helemaal vast op je gezicht. Waardoor het gewoon super lang heel goed blijft zitten. Ik heb ook wat betaalbare setting spray uitgeprobeerd. Maar echt geen eentje is beter dan die van Urban Decay. Nou, qua wimpers, AliExpress is nog steeds de beste. Zoek op 3D Mink. Lashes en allemaal die van rond de €2. Die gebruik ik altijd en zijn echt toppie. Lekker goedkoop, je kunt ze best wel vaak gebruiken. Je moet er wel eventjes op wachten, maar dat maakt niet uit toch? Oh god, ik ben gewoon één lipgloss vergeten te laten zien. Hoe kan ik deze vergeten? Dit is de Volume Lip Booster van Catrice. Deze mensen, deze maakt oprecht je lippen dikker. Je hebt hem in 3 kleuren, ik heb hem in de roze kleur. Ik ga hem weer ook even opdoen. Ik heb gewoon nou een gloss op een gloss. Ik ben echt too much vandaag. Als je hem opdoet, je voelt ook echt meteen je lippen een beetje tintelen en zo. En ja, al die lipglossjes die je lippen wat dikker maken, werken vaak niet. Maar deze maakt het oprecht iets dikker. En het blijft echt een uur zitten. Of ja, een uur tot 2 uur ongeveer. Echt max 2 uur. En dan moet je hem gewoon weer even overnieuw opdoen. En deze is €3,60 en te koop bij de Kruidvat. Oh, ik voel nou ook echt mijn lippen helemaal zo mentos-achtig worden. Deze is echt, als je een lipbooster zoekt, moet je deze hebben. Ik wil ook nog één contourpalet laten zien. En dat is deze van NYX. Deze is €20 en te koop bij de Douglas. Lekker veel kleuren. Hij is ook echt heel groot. Vooral als je hem vergelijkt met andere is deze echt een stuk groter. Ik contour altijd met deze kleur en hij is echt topje daarvoor. Vooral als je net begint met contouren is zo'n paletje echt heel fijn. Nou, dit was dan het einde van mijn video. Ik heb zoveel mogelijk proberen laten zien wat ik heb ontdekt in 2017. Laat me ook even weten wat jullie topproducten zijn van 2017. Laat me beneden weten in de reacties. Want dan ga ik die ook proberen. Ik ben altijd benieuwd naar nieuwe make-up. Ik wil misschien ook een video maken met de slechtste make-up van 2017. Stem even hier wat je wilt, ja of nee. En als ja wint, dan ga ik die maken. En als er meer nee is, ja, dan maak ik die gewoon niet. Vergeet ook absoluut niet te liken en te abonneren. Dat kan gratis hier beneden. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!